Katwijk verloor thuis nog nooit van Jong Sparta. Vorig seizoen werd het 1-1. En twee jaar geleden speelde het een hele memorabele wedstrijd. Want toen won Katwijk met 2-1. En zette het eigenlijk koers richting het kampioenschap in de tweede divisie. Dit is dramatisch opbouwen aan de zijde van Sparta. Meteen afgestraft door Marciano Mengeling. Doelpunt nummer 4 van het seizoen. 29 jaar is hij inmiddels. Maar ja, dit is de opbouw dus van Jong Sparta. De slechte aangooi van Gomez, de doelman, hebben meteen genadeloos afgestraft door Katwijk in de persoon van de aanvoerder Marciano Mengeling. 1-0 dus. De laatste twee wedstrijden wist Katwijk dus te winnen. Nog drie wedstrijden richting de winterstop. En Katwijk staat er gewoon keurig bij. De ploeg van Zangman krijgt hier weer een mogelijkheid. Van Weerdenburg, de linker verdediger notabene. Dan Jong Sparta. Dat ook wel met zelfvertrouwen loopt te voetballen de laatste week in de tweede divisie. Deze wordt door alles en iedereen gemist. Dit is Jan Zoutman. Ploeg speelt met rouwbanden omdat het oudste clublid van Katwijk, Kees de Best, is overleden. En bij Jong Sparta natuurlijk ook. Droevige omstandigheden omdat oud-trainer Pim Verbeek overleed afgelopen week. Avaker, is dit buitenspel? Mengering, wat een kans. Het is inderdaad buitenspel. En zo zijn de beste mogelijkheden voor Katwijk. Is dit Bergkamp? Speelde in het verleden ook nog in het shirt van Sparta 1. Goed weggedraaid door Avaker. En Gomez. Half uurtje onderweg dus. Beste kansen voor Katwijk. En de verdiende voorsprong voor de ploeg van Jan Zoutman. Bergkamp krijgt de bal niet onder controle in de omschakeling Sparta. Met Van Hoeven. Van Hoeven die maakt vaak belangrijke doelpunten dit seizoen. En dit was de mogelijkheid voor Tahiri, de spits. Dit is Rijsdijk, de coach van Jong Sparta, Essenboom. Opgevangen de bal door Bukari. Bukari, Tahiri, waar zijn de lopende mensen? Ringeling komt eraan, Ringeling met de voorzet en via Essenboom is het een doelpunt. En zo valt die bal achter oud-Sparta-doelman Kieboom. Goeie aanval van Sparta, Ringeling en Essenboom onfortuinlijk. En dus de gelijkmaker. Mengering. Ja, Mengering haalt de bal zomaar weg bij Tahiri. En dit had ook zomaar een doelpunt kunnen zijn. Goed gedaan door Marciano Mengering. De hoekschop, Jongman. Stijlvol, Gomez. Verwerkt de bal. Lukili. En zo probeert Jong Sparta brutaal gewoon mee te doen in de wedstrijd bij die 1-1 tussenstand. Blokland. Ja, met een blinde bal. En maar hopen dat hij goed valt. Via Van Weerdenburg voor de voeten van Avaker. En ja, lekker gepakt door Gomez. Met wat geluk de kans dus voor Katwijk. Bergkamp met de kopbal. Staat nog steeds 1-1. We gaan richting de slotfase. Bergkamp. De voorzet van Van der Ban. Weggewerkt. Half weggewerkt. Opgevangen door Jongman. Jongman! Ja, iedereen denkt dat dit een doelpunt is. Maar die bal die gaat gewoon naast. Joey Jongman bijna dus met de 2-1. Bergkamp, dat doet hij wel goed. Het verlengen. Is dit de kans? Nee. Van der Ban mist. Maar ook sterk verdedigd door de laatste linie van Sparta. Minuut 90 loopt. Van der Ban. Van der Ban met de voorzet. Ja, richting wie? Bal half verwerkt. En Sparta krijgt die bal niet weg. En dat is vraag om problemen. Het is een doelpunt. Sinteur scoort hem. Een verdediger notabene. Krijgt de bal met wat geluk van Robinson. Hier dus. Want die bal die wordt eigenlijk geblokt. En via een verdediger komt de bal voor de voeten van Sinteur. En die maakt de 2-1 in de extra tijd. En zo wint Zoutman dus voor de derde maal op rij.